Zaterdag is Willem Drees overleden. De begrafenis heeft gisteren in alle stilte plaatsgevonden. Willem Drees, door Den Uyl ooit genoemd de architect van de ontwikkeling van ons land na de oorlog, is 101 jaar oud geworden. In deze uitzending ziet u fragmenten uit een film over Drees, een gesprek met Wim Thomassen, de voormalig burgemeester van Rotterdam, en met John Jansen van Galen, die een biografie over Drees heeft geschreven. In het verzorgingstehuis in Amsterdam, het Willem Dreeshuis, heerste vanmiddag verslagenheid. Zo blijkt uit een verslag van Jan Verloenen. Dit huis draagt zijn naam en het draagt zijn naam mede omdat hij daar zo daadwerkelijk voor gevochten heeft. Het is heel triest om te bedenken dat mensen van je heen gaan, maar zoals u allen weet, mensen hebben niet het eeuwige leven. Ook Willem Drees niet. Maar u zult allen aan hem blijven terugdenken. En ik wil u dan ook vragen om een ogenblikje stilte in acht te nemen. Nou, in het eerst kreeg ik een schok. Wat we al zo lang verwacht hadden dus, dat het tenslotte nu kwam. Hè, eigenlijk min of meer onverwacht. Maar ik hield van die man. Alleen wat hij voor ons gedaan heeft. Hij zal het alleen niet gedaan hebben, dat zal ik nooit zeggen. De andere mensen ook hoor. Nou, er kwam wel een traan in mijn oog. Hè, omdat ik weet dat die man ontzettend veel goed heeft gedaan. Hè, en dat wij het nou zo goed hebben, dat hebben we van hem te danken. Allemaal stom geslagen. We wisten het al lang hoor, want iemand van 102, haast 102 jaar, daar is niet veel meer van te verwachten. Wat nou, blijft er over in uw herinnering? Een onvergetelijke man. Anders kan ik er niet van zeggen. Je vergeet zo'n man nooit, want je hebt hem je hele leven meegemaakt. Welke herinnering houdt u aan hem over nu hij overleden is? Aan een mens met een hoofdletter. Als u de naam Willem Drees hoort, waar denkt u dan onmiddellijk aan? Nou, dat wij bij wijze van spreken het nou zo goed hebben gekregen. En dat onze ouders bij wijze van spreken het zo slecht hebben gehad. En dat die bij wijze van spreken die mensen zo hard hebben moeten werken. En wij hebben een opgemaakt bedje gekomen door hem. Je had een verering voor die man natuurlijk, hè? Dat heb je natuurlijk. En als je dan zelf 87 bijna wordt, dan heb je al die tijd meegemaakt. Hoe gaat u hem herdenken? Nou, als een dierbare herinnering. Ik kan niet anders zeggen. Het was een schok voor iedereen. Waarom? Voor u? Voor mij. Als onze grootste voorman. En naderhand onze tweede voorman, meneer De Uyl. En nu is onze hoop nog gevestigd op Wim Kok. Is dat de hoop voor de toekomst? Een hoop voor ons, voor de toekomst. Ik hoop dat hij de presidentszetel in Den Haag gaat bekleden. Dankbare ouderen in het Willem Dreeshuis in Amsterdam. In de studio is John Jansen van Galen, die samen met zijn collega Herman Vuijsje een boek heeft geschreven over Drees. Hartelijk welkom, John, bij Achter het Nieuws. Is het eigenlijk een biografie die je geschreven hebt? Het is een journalistieke biografie. Een journalistieke biografie. Hebben jullie daarvoor nog met Drees zelf kunnen spreken? Ja, vele malen. Dat wilde hij graag, want hij wilde, zoals eigenlijk alles, ook zijn eigen geschiedschrijving beheersen. En mij zijn bij die vele gesprekken eigenlijk drie dingen opgevallen. In de eerste plaats zijn grote zorgvuldigheid in de omgang met jongelui als wij. Hij was toen al praktisch blind, maar hij rustte niet voor het hem mogelijk was om ons op de juiste wijze te groeten en uit elkaar te houden. Het handen schudden bij het afscheid ging liever 6 keer over dan dat hij zich in onze namen vergiste. In de tweede plaats een spreekwoordelijke, formidabele geheugen. We legden hem alle kritiek van anderen voor en die wist hij zeer vaak te pareren eenvoudig, omdat hij de feiten soms van 60, 70 jaar geleden beter kende. En in de derde plaats, en dat is in het licht van de tegenwoordige tijd van hoe politici met hun persoonlijk leven omgaan, wel kenmerkend zijn geslotenheid ten aanzien van zijn eigen persoonlijk leven. Hij had een aantal vaste
anekdoten, vertellingen over zijn persoonlijk leven, die hij steeds in praktisch dezelfde bewoordingen weer opschreef en vertelde, zowel aan mij als aan Koos Postema. En daarbuiten wilde hij eigenlijk niks kwijt. Toen het boek uiteindelijk af was, toen vroeg hij ons wel 3 keer of de tekst nu niet meer veranderd zou worden. En toen op die middag ging hij, de zon scheen binnen, ging hij plotseling heel breekbaar vertellen wat het overlijden van zijn vrouw hem had gedaan in 1974. En hij werd toen verzorgd door zijn schoondochter, hè? Hij woonde in huis bij zijn oudste zoon en zijn schoondochter kwam elke dag om hem voor te lezen, want hij wilde bijblijven. Las hem kranten voor, boeken, politieke stukken die hij altijd ontving. En de tragiek van de laatste jaren is dat dat niet meer mogelijk was in steeds minder mate. Dat liep terug naar het roepen van krantenkoppen en uiteindelijk helemaal niets meer, zodat hij geen contact meer had met de buitenwereld. En zijn schoondochter? Zijn schoondochter is verleden week vlak voor hem overleden. Goed, we komen straks verder te praten over Drees. We gaan eerst naar oud-burgemeester van Rotterdam, Wim Thomassen. Hij herinnert zich Drees nog uit een belangrijke periode. Zelfs nog van voor de oorlog. Jan Rijf sprak vanmiddag met Thomassen vlak nadat het overlijden van Drees bekend werd. Hij was inderdaad een uitstekende minister-president in Nederland. Gaf goed leiding aan het kabinet en hij wist wel degelijk wat hier in het land politiek als het ware gerealiseerd moest worden na de Tweede Wereldoorlog. Ik vind dat hij een groot... Ja. U zag het, dat was natuurlijk niet de heer Thomassen die in beeld kwam, dat was de heer Mansholt. U krijgt straks nog een gedeelte uit een film waarin de heer Mansholt vertelt over Willem Drees. Maar we wouden beginnen met de oud-burgemeester van Rotterdam, de heer Thomassen. Oud-burgemeester van Rotterdam herinnert zich Drees nog uit een hele belangrijke periode, zelfs al van voor de oorlog. En Jan Rijf sprak vanmiddag met Thomassen vlak nadat het overlijden van Drees bekend werd. Hij is het meest als wethouder van Den Haag. Hij is Kamerlid geworden in 1937 en voorzitter van de fractie van de SDAP toen Alma daar minister werd. En toen had hij dus een nationaal politieke functie. Maar zijn nationale rol, hij heeft eerst gevangen gezeten als gijzelaar in Boegenwald, maar daarna had hij onmiddellijk contacten en die werden hoe langer hoe breder en sterker in de illegaliteit in Nederland. En aan het einde van de oorlog was hij voorzitter, woordvoerder van alle coördinerende organen in de illegale beweging, van welke soort dan ook. En hij had dus het brede vertrouwen na de oorlog. Was hij intelligent? Hyperintelligent en veel intelligenter dan de meeste mensen merkten. Want als persoon was hij min of meer verlegen. En hij was helemaal niet, het element show ontbrak volledig. Maar hij was verschrikkelijk snel van denken en zeer intelligent. Maar had het geduld om dat niet te laten blijken. Als in een vergadering iemand heel vervelend en uitvoerig bezig was, was hij halverwege al klaar met het antwoord dat iemand moest hebben. En dat kon je merken aan zijn stenografische notities. Maar hij was nooit, agressief of iets van inheid. Mevrouw Thomas, wat moest hij vernieuwen eigenlijk na de oorlog? Nou, ik denk vooral, mijn man zei dat net al, de sociale wetgeving, dat vond hij vooral een heel belangrijk punt.
En ik denk ook dat de mensen van tegenwoordig zich moeilijk meer kunnen voorstellen hoe ouderen, en om dan nog maar niet van invaliden en zo te spreken, in die tijd leefden. En de pensioenen waren er bijna niet. En als ze er waren, waren ze volledig ontoereikend. Dus een oudere was eigenlijk aangewezen op zijn kinderen. En die werden ook gewoon belast. En daar waren ambtenaren om te kijken of je genoeg betaalde. En dan moest je maar zorgen dat je vader of je moeder in leven bleef. En dat was vooral voor de ouderen zelf vreselijk. Daarom die invoering van de noodwet Drees. Dat heeft bij de ouderen zo ongelooflijk veel teweeg gebracht. En zo'n gevoel gegeven van eindelijk zelfstandig. En eindelijk een recht op ouderdomspensioen. Is hij een staatsman? In dat opzicht is hij zeker een staatsman. En waarom zegt u in dat opzicht? Nou, omdat ik denk dat hij op andere dingen minder goed was dan juist in het sociale. De sociale heeft bij hem altijd heel erg hoog gezeten. En ik denk bijvoorbeeld dat hij qua visie internationaal en zo misschien minder was dan juist in deze dingen. Als ik hem mag vergelijken met Den Uyl. Dan is er een typisch verschil. Hij was geweldige, knappe bestuurder. Heeft ook heel veel voor elkaar gebracht. Kon ontzettend goed mensen bij elkaar houden. En hij had niet die geweldige visie die Den Uyl later had, denk ik. Hoe kan het zijn dat Drees, toch een puur sociaaldemocraat, zo lang zo toonaangevend is kunnen blijven? Ik denk dat dit samenhangt met het feit dat hij in de oorlog geweldig hard gewerkt heeft. Hij kwam tevoorschijn uit de oorlog met een flink aantal geschriften. Ik heb nog eens gerommeld vandaag en hier heb ik op de kentering, dat zijn herdrukken van illegale artikelen uit het laatste jaar voor de oorlog. En hij had dus zijn bagage bij zich. Hij had zijn gezag opgebouwd al. Zonder twijfel. En er ging van hem ook heel duidelijk uit integriteit. Men wist, je kon op de man rekenen. Heeft hij ook fouten? Fouten. Wij, Anne en ik, we hebben ons bepaald gestoten aan het feit dat hij op hoge leeftijd zich nog losmaakte van de partij, terwijl hij zozeer behoorde tot degene die die nieuwe partij, de Partij van Arbeid, had gemaakt. We hebben hem samen een brief geschreven om onze ongerustheid daarover kenbaar te maken toen hij nog niet uit de partij getreden was. Dat heeft ons toen gekwetst. Daar hebben we erge spijt van gehad. Maar je mag hem nu hij boven de 100 jaar is geworden, niet beoordelen op twistgesprekken uit de laatste 15 jaar, maar uit de 85 jaar die daaraan vooraf gaan. Ja. Nu is vadertje Drees gestorven. Voelt u dat beide ook zo? Of hoe ligt dat eigenlijk? Nou, ik dacht het wel. Dat wij, zeg nu maar niet alleen onze beweging, maar het beeld Nederland na de oorlog, dat leidt bepaald een verlies. Het is het was iets. Wat hij heeft gedaan is bij elkaar iets monumentaals. En dat is nu geschiedenis geworden. Het echtpaar Thomassen over Willem Drees. Eigenlijk wel een treffende tekening, vind je niet? Ja, uitstekend. Zijn grootsheid ligt inderdaad in zijn kwaliteiten als bestuurder en het feit dat hij dat fundament van sociale zekerheid heeft gelegd. Ja. Toch, John Jans Vergalen, in het boek wat jullie geschreven hebben over Drees, wordt hij niet, zoals Anne Thomassen zei, een staatsman genoemd, maar een wethouder, wat minder klinkt, vind ik. Ja, die typering wethouder van Nederland, daar is veel over te doen geweest, die is bedacht door oud-fractieleider van de Groes van Naters, die later, na afloop van zijn actieve loopbaan, min of meer de vijand van Drees is geworden. En die heeft dat niet in positieve zin bedoeld. Ik denk dat Drees zelf eerder geneigd is dat op te vatten als een geuzennaam, een eretitel. Hij heeft altijd gezegd, die tijd dat hij wethouder was in Den Haag, dat is de meest bevredigende periode in zijn leven geweest. Constructieve hervormingsarbeid binnen de spelregels van de democratie. En daarbij steeds voor degenen die het zelf niet kunnen betalen, voorzieningen scheppen van overheidswegen. Maar er zit ook iets in van het provinciaalse, het beperkt Hollandse. En ik denk dat dat een beetje de schaduwkant van Drees is die een rol heeft gespeeld in de decolonisatie van Indonesië. Want daar werd ook over gesproken, heeft hij fouten gehad. In jullie boek komt naar voren dat de twee keer politionele actie tegen Indonesië als een fout mag worden gezien van hem. Ja, dat denken verschillende mensen ook, geven dat ook toe, zoals Liefting, die toen met hem samengewerkt hebben en daar toen in gesteund hebben. Hij heeft dat zelf achteraf niet zo gezien.
Hij is natuurlijk altijd vanaf zijn vroege jeugd tegen het kolonialisme geweest. Maar hij heeft na de oorlog als minister en als premier zo sterk geleefd vanuit de beperkte mogelijkheden om in Nederland het socialisme en het anticolonialisme tot gelding te brengen, dat hij zich daardoor en de Partij van de Arbeid toch medeschuldig heeft gemaakt aan die twee militaire acties tegen de Indonesische vrijheidsstrijders. Ja. Andere belangrijke fout die ze noemde is dat hij uit de partij is gestapt in 1971. Daar wou ik het straks even met je over hebben. Ik wil eerst eventjes gaan naar een film die Achter het Nieuws heeft samengesteld vorig jaar of ruim vorig jaar toen Drees 100 jaar werd. En daarin traden een aantal prominenten uit de sociaaldemocratie op. Ik stel voor dat we daar even naar gaan kijken. Hij was inderdaad een uitstekende minister-president in Nederland. Gaf goed leiding aan het kabinet en hij wist wel degelijk wat hier in het land politiek als het ware gerealiseerd moest worden na de Tweede Wereldoorlog. Ik vind dat hij een groot politicus was door die combinatie van enerzijds een sterke overtuiging en anderzijds zijn werkelijkheidszin, zijn begrip voor de feitelijke mogelijkheden. Goede, kostbare herinneringen. Onvergetelijk. En dankbaar dat ik hem mogen meemaken. Drees is zichzelf altijd als socialist blijven beschouwen. Dat is hij ook. Zo hoort hij gewaardeerd te worden. Zo gaat hij de geschiedenis in. En vanuit die verbondenheid spreek ik ook. In de Amsterdamse Marnixbuurt groeit Willem Drees op als zoon van een bankbediende. Op het Haarlemmerplein wordt hij op 5 juli 1886 geboren in dit huis. Hij is 5 jaar wanneer zijn vader overlijdt aan tuberculose. Op de lagere school in de Marnixstraat is hij een goede leerling. Willem kan dankzij een oom die zijn moeder financieel bijspringt naar de 3-jarige HBS en de handelsschool. De jongen is een geboren leider, aanvoerder van de korfbalclub en als een van de beste en snelste stenografen van Nederland bestuurslid van de stenografenclub Steeds Sneller. Na zijn huwelijk met Catharina Hent, vriendin van zijn zuster, verhuist hij naar Den Haag. Daar begint de politieke loopbaan van de jonge aanhanger van Troelstra, lid van de gemeenteraad en al gauw wethouder van sociale zaken voor de SDAP. Ook in het landelijk bestuur van die partij valt hij op door zijn grote kennis van de politiek, opgedaan als stenograaf in de Tweede Kamer. Zijn grote politieke carrière begint pas op zijn 60ste jaar. Hij wordt niet alleen symbool van wederopbouw, maar vooral van politieke samenwerking. Hij zoekt bewust naar punten van overeenstemming met politieke tegenstanders. Het tijdperk Drees loopt van 1945 tot 1958 met kabinetten van de Partij van de Arbeid en de Katholieke Volkspartij, maar ook brede coalities met de VVD, de antirevolutionaire en de christelijke historische. Dr. Jelle Zijlstra, de latere president-directeur van de Nederlandse Bank, is in 1956 lijstaanvoerder van de antirevolutionaire. Van 1952 tot 1958 minister van Economische Zaken onder Drees. Ik vind de verklaring van zijn geweldige invloed in Nederland hierin gelegen dat hij helemaal in de geschiedenis van dit land geworteld is. Het is niet alleen maar een briljante technocraat die van alle dossiers die bij de ministerraad op tafel komen evenveel weet als de minister die probeert om een beslissing te zijn gunst uit te lokken, als ik het zo mag zeggen. Dat wist hij niet alleen, maar hij kende de achtergrond, de geschiedenis. Hij wist waar het socialisme vandaan kwam en het liberalisme en de antirevolutionairen. Daarom begreep hij iedereen zo goed en daarom kon hij ook zo makkelijk met andersdenkenden overweg. Hofstra, kenner van de belastingwetgeving, destijds socialistisch Kamerlid en minister van Financiën in het laatste kabinet Drees. Hij had een sterke socialistische overtuiging, hij heeft die nog, neem ik aan, maar hij was toch altijd bereid tot het redelijke overleg dat tot het wezen van de democratie behoort. Enorm veel van hem geleerd op het gebied, ja, ik kwam volkomen als een volkomen groentje in de politiek. Ik had de Tweede Kamer nog nooit van binnen gezien toen ik voor het eerst als minister optrad daarvoor.
van hem geleerd, die verhouding tussen je laten inspireren door de partij waarvoor je komt en waarvoor je staat, en je verder in belangrijke mate losmaken van het dagelijkse politieke bedrijf. Je zegt niet, met jou wil ik niet. Iedereen was welkom. En een partij die mee wou doen en mensen kon leveren waar hij dacht het mee te kunnen vinden, die waren welkom in zijn kabinet. En die, dat soort dingen heb ik van hem, geloof ik, toch wel goed geleerd. Hij was een man die in de ministerraad luisterde naar wat wij zeiden, die niet het debat in een bepaalde richting drong, maar die, wanneer wij uitgesproken waren, de zaak samenvatte op een manier en met een gezag zodanig dat wat hij dan voorstelde toch bijna altijd werd aanvaard. En dat vind ik in een land met uiteenlopende partijen en zo sterk verdeelde opvattingen als wij in ons land hebben, dat vind ik werkelijk, dat vind ik groot. Joop den Uyl, na Drees, een van de grote leiders van de Nederlandse Sociaaldemocraten, kijkt ook tegen hem op. Ondanks verschillen van inzicht en ondanks het feit dat hij niet meer kan spreken van partijgenoot Drees. Ik heb dus vaak meegemaakt dat hij hele moeilijke vraagstukken volstrekt helder gaat inzetten, in de kern ontleden op basis van grote kennis van feiten en dan ook dorst te beslissen en duidelijk was in zijn standpuntbepaling en daarmee ook in het kabinet werkelijk leiding gaf op grond van die enorme kennis van de feiten. En als een goed bestuurder en als wethouder, als minister van Sociale Zaken, als minister-president is hij dat gebleven en daarin heeft hij een enorme verdienste verworven. Ook als sociaaldemocraat, laat ik dat vooral zeggen, omdat wat hij beslist nooit los stond van de belangen van de arbeidersklasse zoals hij die zag en datgene waarvoor de sociaaldemocratie moest opkomen. Zijn belangrijkste daad is de invoering van de noodwet ouderdomsvoorziening, de voorloper van de AOW. De sociale zorg staat hoog in het vaandel van de onbetwiste partijleider. Een van onze grote gedachten is het besef van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het lot van allen. Wij wensen niet de zelfstandige kracht van de mens te ondermijnen. Wij willen integendeel die tot zo groot mogelijke ontplooiing brengen. Maar wij zijn er ons van bewust dat de enkeling niet zichzelf kan beschutten tegen al de onzekerheden waartegenover hij zich in de maatschappij gesteld ziet. Daarom willen wij een gemeenschappelijke zorg voor de bestaanszekerheid van allen. Wat hem dreef was, waar tegenwoordig en de laatste 10, 20 jaar zo uitvoerig en soms zo sentimenteel soms over gepraat wordt, de ontrechten, de mensbetaalden, de economisch zwakken, daar praatte hij weinig over, maar het dreef hem. En als je hem ooit zou willen zien dat hij even uit de rol viel van de rustige, vriendelijke, nooit een verkeerd woord zeggende man, dan was het op dat punt, dan kwam ineens de echte gedreven socialist voor de dag. Het is niet meer het kapitalisme van vroeger. Het is niet meer het vrije kapitalisme waar de kapitalisten alles voor het zeggen hebben. Tegenwoordig hebben de staat en de vakbeweging mee een heleboel te zeggen. Wat is er niet verder allemaal veranderd? Men doet prachtig alsof er niks bereikt is. De Partij van de Arbeid heeft in de loop van de jaren en de SDAP tevoren al heel veel bereikt en moet zijn strijd daarvoor voortzetten. Maar moet niet zeggen, op één ogenblik, nou moet wat ik wil precies gedaan worden en anders dan werk ik helemaal niet mee. En dan laat het land maar aan zijn lot over. Dat is een verkeerd standpunt. Hij was misschien een heel klein beetje saai, maar altijd ook vastbijterig en taai. Als Romme iets probeerde, wat niet mocht of wat hem deerde, gaf hij mooi de KWP een oplawaai. Vader.
Vadertje Drees, vadertje Drees, bedankt, de rest is allemaal cliché. Fragmenten uit een film over Willem Drees die we morgenavond in zijn geheel uitzenden. John Jansen van Galen. 1971 stapt Drees uit de Partij van de Arbeid. Wie net nog naar het 6:30 heeft gekeken, ziet daar uiteraard naast Lubbers Wim Kok. Hij is toch en blijft een man van de Partij van de Arbeid. Is het één grote vergissing geweest dat hij eruit gestapt is? Nou, toen zeker niet. Het is ook heel goed te begrijpen. Die Partij van de Arbeid was niet meer de Partij van Drees. Hij kon zich, we hebben het net nog gezien, hij kon zich monumentaal ergeren. En hij ergerde zich toen aan praktisch alles wat de Partij van de Arbeid van die tijd kenmerkte. En dat in de eerste plaats, dat sluit mooi aan bij wat mensen als Zijlstra en Hofstra hebben gezegd. Dat in de eerste plaats omdat die Partij van Drees gericht was op begrip voor andersdenkenden, samenwerken met andersdenkenden, redelijk overleg, soms tot grenzen waarvan we nu denken, had de partij niet meer kunnen bereiken als er wat minder op redelijk overleg en samenwerking was gekoerst. En toen, in 1971, had die partij zich uitgeleverd, was in de ban geraakt van de polarisatie, van het op de spits drijven van tegenstellingen. En dat was in alle opzichten zo strijdig met de hele politieke historie van Drees, dat ik wel begrijp dat hij niet langer van die partij lid wilde zijn. Komt natuurlijk het persoonlijke probleem bij dat hij in zijn eigen huis DA70 had zien ontstaan. Zijn beide zoons hadden daar leidende posities in. En hij heeft in die positie besloten zich uit die partij terug te trekken. En wat ik kenmerkend vind, is wat hij daar het ergste van vond, was dat hij nu ook geen lid meer was van de Socialistische Internationale. Want anders dan voor mensen van deze generatie speelde dat, die internationale verbondenheid van socialisten over de grenzen heen, voor hem een grote rol. Ik kan me herinneren dat toen Joop den Uyl weer de leider was van de Partij van de Arbeid, geprobeerd is, of hij het nou zelf heeft gedaan, weet ik eigenlijk niet, om Drees weer binnen de partij te halen. Ja, er zijn verschillende pogingen gedaan. Onder andere Mansholt heeft verteld dat hij wel eens geprobeerd heeft in de tijd dat die polarisatie al maar minder populair werd, ook in de Partij van de Arbeid, of Drees niet op zijn schreden wilde terugkomen. Den Uyl is nog eens bij hem op bezoek geweest met, om te sonderen of hij een eventueel erelidmaatschap alsnog opnieuw zou aanvaarden. Maar dat was voor Drees allemaal een gepasseerd station. Behalve dat die polarisatie niet zo'n rol meer speelde, zag hij toch allemaal tendensen in die Partij van de Arbeid die strijdig waren met wat hij altijd had gewild, met name op het punt van de zuinigheid, van de te dure verzorgingsstaat, het financieringstekort. Je moet niet vergeten, zijn zoon heeft eens een keer die Partij van de Arbeid van Drees getypeerd als een Victoriaanse partij. Arbeidzaam, zuinig, preuts. En eigenlijk in al die opzichten zag Drees, als hij de Partij van de Arbeid nog eens voor zich zag op de televisie, een heel ander gezelschap dan wat strookte met zijn mentaliteit. Ja. Hij heeft dus zelf nooit spijt gehad? In die zin spijt gehad dat hij zich. Het is natuurlijk tragisch dat iemand die zozeer staat tussen Troelstra en Den Uyl voor de Nederlandse sociaaldemocratie in deze eeuw, dat hij eenzaam en partijloos is gestorven. En hij is er ook altijd mee bezig gebleven. Hij heeft altijd op die pogingen van Mansholt heeft hij ook eerlijk op gereageerd. Dus het was voor hem echt geen gepasseerd station. En het ergste, nogmaals, was voor hem dat hij niet meer tot de Socialistische Internationale behoorde. Zal Drees nu over 50, 100 jaar uitsluitend nog in herinnering blijven als de man die eigenlijk de AOW bedacht heeft? Nou, ik denk dat is één voorbeeld. Er zijn natuurlijk allerlei andere parten van de sociale wetgeving die uit de kabinetten Drees zijn voortgekomen. En ik denk dat men zich hem zal herinneren als degene die de grondslagen van de sociale zekerheid heeft gelegd. Wat een misverstand was waar hij zichzelf altijd krachtig tegen verzette, was het idee dat hij de verzorgingsstaat in het leven zou hebben geroepen. Hij heeft zich altijd eerder herkend in een begrip wat tegenwoordig merkwaardig genoeg in de VVD wel opgehaald doet. Het begrip waarborgstaat. We moeten van mensen die echt niet voor zichzelf kunnen opkomen, moeten we de waarborgen scheppen dat ze toch kunnen leven. Maar het moet erom gaan dat mensen uiteindelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Hij heeft zich altijd verzet tegen het idee dat je door de staat van hoge hand, van de wieg tot het graf, verzorgd zou moeten wezen. Ja. Had jij de indruk toen je met hem sprak en de herinnering die je ook nu hebt aan een sympathieke man? Ja, nee. Ik denk op persoonlijk vlak dat ik niet gauw bevriend met hem zou zijn geraakt. Hij was
stipt, formeel, maar ook afstandelijk. En hij had zijn persoonlijkheid enigszins opgesloten, zou ik maar zeggen. Je kreeg niet makkelijk op een persoonlijk, privé vlak contact met hem. We konden heel lang met hem spreken over de politiek, over de geschiedenis. Maar het is in al die gesprekken eigenlijk nooit tot iets meer gekomen. En ik denk dat weinig mensen die ervaring hadden. Hij had natuurlijk een paar vrienden uit de politiek overgehouden. Luns, Stikker, Klompé. En koningin Juliana, dus niet... heb ik begrepen, was erg gek op hem. Koningin Juliana was zeer omgesteld. Ze hadden wederzijds elkaars portretten op hun bureau staan een tijd lang. Typisch is dat al die, dat heb ik ook in het boek nog eens opgemerkt, dat bijna alle mensen waarmee hij een persoonlijke band had, waren geen partijgenoten. Zijtel, Stikker, Luns, Klompé, dat waren mensen die hem tot het laatst zijn blijven bezoeken. Niettemin, misschien wel toch de belangrijkste politicus van na de oorlog is overleden. Ja, dat zeker. Goed, hartelijk dank voor uw komst naar achter. Nieuws John Jansen van Gaal. Als u een chronologisch overzicht wilt zien van het leven van Drees, dan kunt u direct bij de collega's van Den Haag Vandaag vanavond een langere uitzending op Nederland 3. Die hebben een necrologie samengesteld. De VARA is er morgenavond weer. Onze film over Drees, waar u zojuist fragmentjes uit zag, wordt dan uitgezonden in zijn geheel om 9:55 op Nederland 1 op de plaats van Ravotta Bizarra. Daarin meningen van Mansholt, u zag hem net al, mevrouw Hilda Verweij-Jonker en vele anderen over Willem Drees.